Sevgili seyirciler, DSB Derneği salon futbol turnuvası düzenledi. Turnuvaya Afrika Underwerk'ten 8 takım katıldı. Turnuvanın açılış maçını bayan futbol takımları yaptı. Gülaslar, bırak bırak! Om de Afrikanerwijk in beweging te brengen, heeft Vereniging DSB in de laatste week van het jaar een voetbaltoernooi georganiseerd. Ondernemers en verenigingen uit de wijk hebben met hun eigen voetbalteams bijgedragen aan dit toernooi. Ja, we vinden het heel erg belangrijk dat vooral inwoners van Afrikanerwijk gaat bewegen. Gezondheidsniveau is heel erg laag in Afrikanerwijk op het landelijk niveau. Wij sterven 10 jaar eerder dan gemiddelde Nederlander en wij vinden het belangrijk dat de inwoners gewoon bewegen en vandaar dat we een grote voetbaltoernooi hebben georganiseerd. De eer was aan de dames uit de wijk om het toernooi te starten. Het team van Vereniging DSB tegen het team van restaurant Meram. Met een eindscore van 3-1 hebben de dames van Meram gewonnen. Ik vond het wel heel erg leuk, want ik ken de tegenstanders ook en ik ken mijn team ook, dus het was echt wel leuk. Ik heb zelf ook op voetbal gezeten, 6 jaar, dus voor mij is voetbal echt een leuke sport. Iedereen had een vriendschap, dus het was niet zo van... We gaan voor het winnen, dat was het niet. Het was gewoon wie het verdient, die wint. Ik ben Hazel Usturk, ik ben 12 jaar en ik speel namens het DSB. Ja, de sfeer was goed. Het was wel goed georganiseerd. Jullie zijn tweede geworden. Wat kan je daarover zeggen? Ja, ik ben wel blij, maar ook een beetje teleurgesteld, omdat ik toch wel 1 doelpunt heb gescoord. De beker hebben zij ontvangen uit handen van de voorzitter van deelgemeente Feyenoord, Seet Yeden. Ook hij vindt het belangrijk dat jongeren gezamenlijk sportactiviteiten doen. Nou, wij vinden sporten sowieso al belangrijk als deelgemeente. En wij hebben daar ook veel geld voor over. En wij steunen ook alle initiatieven die er zijn op het gebied van bewegen, sporten. Maar ook waar jongeren bij elkaar komen, waar mensen bij elkaar komen. Om maar misschien een voorbeeld te noemen. Wij zitten hier eigenlijk in de sporthal waar de Touzani-school is. Die sponsoren wij ook als deelgemeente samen met Unilever. Vereniging DSB is tevreden met de opkomst. De sfeer is wel leuk, alleen af en toe zijn er wat jongeren die zich tegen de scheidsrechter keren. Dat mag eigenlijk niet gebeuren, maar toch het is wel competitie en iedereen wil natuurlijk winnen. Maar laten we het zo zeggen, fair play staat wel boven winnen. Wij vinden het belangrijk dat er fair play is en we moeten gewoon de keuze van de scheidsrechters gewoon accepteren. En zoals jullie het al zien is het best wel druk, dus is dat leuk. De 8 teams uit de wijk bestaan uit restaurant Meram, Mono Fashion, jongeren uit de wijk, de Touzani School, sportvereniging Kojatepe, kunststichting Regenboog, vereniging Yollar Başlılar en vereniging DSB. Ik ben Dennis, ik ben modeontwerper en ik ben gevraagd om een team op te stellen. Team van Mono Fashion, dat is ook mijn bedrijf gelijk. En... ja, ik ben vandaag hier met mijn team eigenlijk. Ik heb jongens van de buurt meegenomen. Ik vind het hartstikke leuk. Ja, vaak zijn er projecten in de buurt wat eigenlijk niks te maken heeft met sport. En jongeren houden toch van sport, zweten en ja, een beetje van alles. Ja, dus ik vind het wel hartstikke goed, ja. Iedereen wil sporten, iedereen houdt om uitdaging te zien. Weet je, tegen elkaar op, weet je, en elkaar lekker uitdagen. Naar elkaar toe kijken van, oh, klootzak, jou krijg ik nog wel. Dus ik vind het een heel leuk sfeer, ja, meen ik echt, ja. Nee, het loopt best wel goed. Het is leuk, gezellig. Net voor het oudjaarsdag. Ik verwacht wel qua tempo wel wat mindere elftallen. Maar het ziet er best wel goed uit. Moeilijk. Heb je al een idee wie er gaat winnen vandaag? Nou, wij denk ik, hè? Maar dat zal je wel eerder gehoord hebben. Iedereen is natuurlijk uitdagend. Nou, eerlijk gezegd heb ik nog maar 3 wedstrijden kunnen volgen. Dus ik zag dat de Touzani school wel een leuk elftal had. Nog een andere elftal ook. Maar wij hebben ook wel een redelijk elftal. Met jongens allemaal die
in de afgelopen jaren allemaal best hoog hebben gevoetbald. Dus ik verwacht dat we toch wel in ieder geval voorbij de rondes komen. Okay. Wat vind je eigenlijk van het toernooi? Er is een ontspannen, leuke, intiem sfeer hier binnen. En ik had eerlijk gezegd niet verwacht. Ik wist niet waar ik aan moest denken. Wat voor elftallen er zullen komen en wat voor mensen een beetje. Het zijn over het algemeen wel allemaal jongeren, dus de link en de band is er wel. Het ziet er tot nu toe wel allemaal gezellig uit. Ja, ik vind het een hele leuke organisatie. Allemaal bekende gezichten hier. Ik hoop dat het leuk eindigt. Wie denk je dat gaat winnen vandaag? Ja, ik hoop ik. En dat denk ik ook. Oké, okay, en wat vind je van het sfeer? Ja, sfeer is, ja, zoals je ziet, het is heel leuk hier. Iedereen is warm tegen elkaar, dus... Zouden ze dit soort organisaties vaker moeten doen? Ja, zeker. Ja, het is een mooi evenement, een mooi toernooi. Alle jongeren van de buurt komen bij elkaar. En, het is lekker gezellig, lachen. Het is niet meer van winnen, maar meer van samenhorigheid, gezellig bij elkaar zijn. Dat is meer belangrijk voor mij. Dat je met elkaar ook gezellig dingen kunt doen. Het is multicultureel. Marokkanen, Turken, Surinamers, iedereen is bij elkaar. En, daarom is het belangrijk dat je bij elkaar bent en elkaar begrijpt. Elkaars cultuur begrijpt, leert kennen. Dat vind ik wel belangrijk. De sfeer is super heerlijk en we krijgen gratis drank, paraplu's, foto's. Het is echt prachtig. Dat we hier vandaag zijn vind ik echt super. Dat we even tussenuit een dagje kunnen voetballen met onze vrienden, met jongeren van andere maatschappijen. Dat we hier gezamenlijk een potje wedstrijd kunnen spelen is heel erg belangrijk. Want er is niks mis met iedereen iets aan het sporten. Iets wat we in ons dagelijks leven wel missen. Het toernooi is gehouden in de Touzani School afkomstig uit de deelgemeente Feyenoord. Deze school is het geschikte boegbeeld voor veel jongeren op het gebied van sport en ambitie. Soufiane Touzani, bekend als straatvoetballer, heeft een show gegeven waarna hij de jongeren heeft uitgedaagd om een potje te voetballen. De jongens hadden veel moeite. Ach ja, de trucjes van Soufiane Touzani, daar kan niemand tegenop. Ja, vind ik zeker heel erg mooi om te zien. Wat ik ook heel goed vind vandaag is de sfeer. En Seyit zei het al, we moeten vooral genieten. En meestal als ik bij een zaalvoetbaltoernooi ben, dan gaat het eigenlijk puur om de toernooi winnen. Maar als ik hier kijk, dan zie ik gewoon heel veel blije gezichten en een hele relaxe sfeer. En dat is denk ik heel mooi zo aan het einde van het jaar. Dus u geniet er wel van als u het zo ziet? Ja, zeker. Voor mij ook. Je kan een show doen en... Iedereen staat er maar bij of ze gaan meeklappen en alles. Dus ja, ik heb er ook op mijn manier van genoten. Maar ook gewoon, ja, ik ben veel vaker bij zaalvoetbaltoernooien. En dit vind ik gewoon wel, het is wel een hele warme gevoel wat je hier krijgt. Sportvereniging Kotjatepe heeft in de finale gespeeld tegen vereniging DSB. Het was een spannende wedstrijd. Na een score van 3-3 en een verlenging van 5 minuten stond er niks anders op dan het nemen van penalties. Kotjatepe wist bij deze de eerste plaats te bemachtigen. En de fairplayprijs is toegekend aan de jongens van restaurant Meram. Ter herinnering hebben alle teams een beker gekregen. En alle teamleden hebben een paraplu gekregen om een signaal af te geven dat je moet blijven bewegen. Weer of geen weer. Voor vereniging DSB is dit een start zijn voor nog veel meer activiteiten in 2012 omtrent sport en bewegen. Wij zijn van plan om volgend jaar, dat kan in zomer zijn, we hopen in zomer, een grote sportdag te organiseren. Waar alle inwoners van de Afrikaner wijk beweegt. Dit houdt niet in dat we alleen met voetballen bezig gaan houden. We gaan Afrikaanderplein omtoveren in groot complex waar ze kunnen tennissen, waar ze kunnen badmintonnen, waar ze kunnen volleyballen, hockeyen. Dat zijn we wel van plan. Dus dit was de eerste aftrap, zeg maar. Zo te zien zijn we nu al tevreden en volgend jaar willen we het wat groter aanpakken. Sevgili seyirciler, Aktüel TV'nin geçmiş yayınlarını Facebook ve YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. aktueltv.neyli olarak aramanız yeterli. Düşünce ve önerilerinizi bekliyoruz.